kijkt naar een nieuwe video. In deze video ga ik de allernieuwste Stelton box samen met jullie uitpakken. En alle informatie over deze box zet ik in de beschrijving. Alvast een kleine preview voor jullie. Het enige wat ik nu al kan voelen is dat hij best goed gevuld is volgens mij. Hij is redelijk zwaar. Even naar de boekjes, of tenminste één boekje en een kaart. Die lag helemaal onderop. New Year, New You, New Beginning. Een kaart. En even het boekje, daar ga ik heel even lezen. Ik vouw net het boekje open en zoals ik al zei, de box voelt best wel zwaar aan. En ik vouw het boekje open en ik zie ook echt wel veel producten erin staan. Dus volgens mij hebben we een goede box deze maand. Ik begin met dit doosje van Dr. Botanicals. En dit is de Pomegranate Superfood Regenerating, lekker Engels, Sleeping Mask voor all skin types. Dit slaapmaskertje zit in een tube van 30 ml en heeft een waarde van 11,95. En na je avondverzorging, voordat je naar bed gaat, houd wel rekening mee dat je kussenhoes soms een beetje viezig kan worden. Maar meestal sta je wel op met een lekker zacht huidje en ik ben heel benieuwd of deze daar ook voor gaat zorgen. Het tweede product is van het merk Peace. En dit is een After Hybrid Nail Conditioner. En dit flesje heeft een waarde van 6 euro. Van het merk Kap Cosmetics. Nog nooit eerder van gehoord. Er zit een lipstick en ik vind vooral de huls al heel erg mooi eruit zien. Deze lipstick heeft een waarde van 18 euro. Schijnt een creamy finish te hebben en een nude lipstick. Dat staat in het boekje. Dus... En oh ja. Ja, dat is een nude lipstick. Wel een donkere nude, maar... Mee bezig. Oké, dit heb ik op het... Zelfs Siri wilde zich even met de lipstick bemoeien. Maar goed, we gaan gewoon verder. Deze lipstick heeft dus een waarde van 18 euro. Het ziet er zo uit. In het boekje zie ik nog een lipstick staan, dus ik denk dat er twee kleuren verdeeld zijn over de boxen. En dit is Garterbelt. Ik zal gelijk even een zwartje, dat is ook wel leuk om even te zien, denk ik, de kleur. Ja, zeker een nude en een creamy formula. Ik moest hem wel even wat vaker aanbrengen. Dit is de kleur. Het volgende product is deze tube van Symbiosis. Ook een merk waar ik echt nog nooit eerder van heb gehoord. Dit is een oogmasker en ik zat dus net de prijs op te zoeken en ik schrok een beetje. Dit masker, dit product, met een inhoud van 15 ml, heeft een waarde van, ik moet het nog een keer checken, dat ik zeker 89 euro. Alleen dit product al. Mochten jullie over dit product een review willen lezen op pinkert.nl, laat het dan zeker even weten, want dan ga ik hiermee aan de slag de komende weken. Dan een product van het merk Estate in een mooie verpakking. Dit is een vloeibare highlighter. Een vloeibare highlight heeft een waarde van 12 euro. En moet je zien hoe... Ik hoop dat de camera het goed oppakt. Maar dit ziet er ook al geweldig uit. Dit is de kleur Alfredo. En volgens mij zit hij in elke box dezelfde kleur. Ik ga hem ook zwartje. Ik ben wel benieuwd. Gewoon een sponsapplicator. Als je zou zeggen dat dit een lipgloss is, geloof ik het ook eigenlijk. Zo ziet de highlighter eruit. Ik hoop dat je hem kan zien. Zo zie je hem wel, ja. Ik ben niet zo heel gek op die applicator, maar tijdens het aanbrengen merkte ik het al. Dus ik ga even kijken of ik dat anders kan gebruiken. En ja, op zich, het ziet er wel lekker glimmerend uit. Wat er in het boekje staat voor tip. Meng de highlighter in je huidverzorging voor een prachtige glow. Gebruik als oogschaduw of mix met je favoriete foundation voor een stralende finish. Wil je meer? Mix een beetje in je bodycream voor een runway ready glow. Het volgende merk heb ik ook al in de afgelopen boxen gezien. Dat is namelijk van Marie Stella Marie. Ik denk een tube van 100 ml. En toen ik dat net ging opzoeken, want ik zocht de inhoud, zag ik dus dat dit merk gemaakt wordt in Nederland. Deze hand en body lotion heeft een waarde van 10 euro. Dan heb ik weer een merk wat ik eerder al tegen ben gekomen. Van My21, een chic maskertje. Dit sheet masker, het heet het Renew and Infinity With Nourishing Serum Face Sheet Mask, heeft een waarde van 9,95. Dan alweer een flinke tube. En dit is van het merk Happy Naturals. Dit is een voetscrub in een tube van 100 ml. En heeft een waarde van 4,99. Ik ben best wel benieuwd naar de geur. Dus even kijken of ik iets kan ruiken. Oh. Ik ruik munt, pepermunt en gember, kan het? Gingerroot en sea minerals. Ja, het ruikt echt heerlijk verfrissend ook. Ja, ook een product waar ik heel erg blij mee ben. Een ogenblik. Mocht je Siri weer horen op de achtergrond. Ik heb geen idee waarom dat ding de hele tijd aanslaat. Terwijl ik het nou over een voetscrub heb. Leuk roze doosje van Garnier. Met een eco pad.
bruikbare reinigingspads. Hierin zitten er 3 stuks. Ik denk dat je ze kan wassen na gebruik. Moet ik heel even me nog even diepen. Maar dit doosje heeft een waarde van €9,99. Ben ik echt super tevreden met deze box. Er zit nog 1 product in. En dan kan je nu al vertellen dat ik die ook heel graag gebruik. Laatste grote fles van Garnier. Michelin reinigingswater met roze dop. En dit heeft een waarde van €7,49. Alle producten de waarde van bij elkaar opgeteld. Ik heb €29,95 betaald. En de precieze waarde is €179,07. En dat is natuurlijk echt een enorm bedrag. Ik wil in deze video weten wat jullie van deze box vinden van de inhoud. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende video. Doeg allemaal!